Hey VIP-wachtwoorders, welkom, welkom weer terug op de Kingdom, welkom weer terug in Olympic. We zijn, in Olympic. En er zijn de afgelopen weken geen video online gekomen van de Kingdom en ook niet van Roblox trouwens. En dat heeft allemaal goede redens, want namelijk, ik zou het weekend updaten en eventueel ook nog eens woensdag, maar dat kwam er niet van. Want er is heel hoop. Dus ik kon ook niet opnemen. En ik had er ook geen zin in trouwens. Ja, mensen van The Kingdom, Zeronium en Nieuw Zeronium zijn binnengevallen. En hebben dus een gedeelte hiervan geloopt. We hebben alles wel een beetje weer goed op de plaats kunnen zetten. Dit matje kan niet meer naar binnen geschoven worden. Zo ja, jammer. En ja, verder is er ook nog wat gebeurd met de Kingdom Prinses, want die is er even tijdelijk uit. Die is even tijdelijk uit de Kingdom. Die heeft er allemaal niks meer mee te maken. Dus dat is even over de Kingdom Prinses. Verder met onze genoten is zo dus dat. Ja, hoe noem je het? Terabithia. Dat is de Kingdom die weg is. Ja, nou niet weg. Het is weg wel bij ons groepje. Wij hebben Kyoshi, Terabithia en wij. Maar die zijn er dus ook niet allemaal meer. Want Terabithia is verhuisd naar Nieuw Zeronium. Dat heeft een bepaalde reden. Hij heeft het aan koning Kyoshi gevraagd voor een of andere aanvraag. Oh, ik ga slapen. Dat is niet de bedoeling. Een of andere aanvraag. Maar goed. Want de Heilang heeft daar iets over gezegd. Nou goed. En we kunnen naar Nieuw Zeronium gaan. Waar hij momenteel werkt. Ik weet niet of dat een slim idee is. Maar goed. Het is dus officieel oorlog nu. Het is eigenlijk al begonnen. We hebben al een aanval gedaan op ons. We hebben ze gelukkig snel kunnen stoppen. Maar we zijn bang dat ze zo snel mogelijk weer terugkomen. Want ja. Nieuw Zeronium heeft Terabithia op een lastig been gezet. Wil je daar wat meer over weten? Dan kan dat natuurlijk. Laten wij eens op zoek gaan naar Nieuw. Dat is volgens mij mijn streepje. Nieuw Zeronium. Oké, de stadsmuur. Het is nog niet helemaal af volgens mij. Heb ik begrepen van koning Terabithia. XX IJsbeer XX. Want hij is hier namelijk eigenlijk spion. En dat weet de koning van Nieuw Zeronium. Nou, niet zien wie het is. Oké, we staan hier vast. Goed, nou, dit is, lijkt me niet echt een gevaarlijk werk. Een brug. Oké, het is hier wel nog leeg. Volgens mij is hier nog mee bezig. Nou, oké, laten we verder gaan. Robin zei overigens al dat we de afleveringen niet te lang moeten maken. Had ik dat al gezegd? Nou, ik weet het niet. Wat hebben we hier? Even wachten. Oké. Wyverts, waarvan ik niet weet waar ze voor ze zijn. En een brug. Oké. Okay. Zijn allemaal afgrond. Dus ik ben benieuwd of dit iets te betekenen heeft. Nou, we kunnen het wel proberen. We gaan de brug op. Ups. Door de teleporter. Oké, dan goed. Even kijken hoe het hier is in Nieuw Zeronium. Dit is best wel chill gemaakt. Even kijken. Holy, dit is een donkere brug. Je mag hier vallen. Kijk, er is een gat in die brug. Nou, kom je nou aan de overkant? Kom je nou aan de overkant, Zeronium? Beantwoord. Goed. Wie is de eigenaar van de Kingdom Gambling? A, Cube. B, Bowser-junior. Of C, Dice. Dat is wel een lastige vraag. Cube is, ik weet in ieder geval zeker, Bowser-junior is van, waar is hij van? Oh, die is van Rush. Dice is volgens mij van Avalonia. Nee, dat is niet Dice. Cube is van Hellas. Dus Dice zou dan, Dice zou het moeten zijn. Oké, C. Antwoord C. Kijk, we zijn over de brug heen.
Oké, we gaan naar de deur. We gaan weer verder over de brug. Hopelijk hebben we niet nog meer van die moeilijke vragen. En dan kunnen we eens even gaan kijken. Hopelijk is die gast niet online. Oh kijk, we hebben nog een spleet bij het einde van de brug. Wat staat er hier als nu weer te wachten? Beantwoord de vraag. Wie is de aanleger-aanvoerder van Team Zeronium? A. Normal People. B. Bobba. Op C. Gaastra Zet. Ja, weet ik dat. Ik ben benieuwd waar we uitkomen. Nou, ik zou het echt even niet weten. Nou, ik zou zeggen. Ja. Ja. Wat zou er gebeuren als je een fout antwoord geeft? Dat zou ik even willen weten. Of wat gebeurt er juist als je een goed antwoord geeft? Oké, ik denk dat je dan naar de overkant gaat. Wie is het allemaal? Laten we eens even gaan kijken. Ja, even kijken, wat was de vraag ook alweer? Dus het liefste lichaam voor de A, Normal People, B, Bobba of C, Gasta Z. Ja, ik zou het niet weten. Normal People is een... ja, ze zijn allemaal wel close eigenlijk met de staf. Ik denk niet dat het Gasta Z is. Het zou zijn Normal People of Bobba. Ik te zijn. Nou, ik weet het eigenlijk niet. Even kijken. Nou, ik zou het eigenlijk niet weten. We gaan even... Oh, chat. Oké. Ik ga chatten. Even kijken. Ik zie dat Prins heeft een lastige keus om hier overheen te gaan. Laten we maar even teruggaan. Ik vind het eigenlijk wel genoeg hier. Ik vind het eigenlijk wel weg hier. Weg hier wezen. Wegwezen hier. Kunnen we hier nog overheen? Oh ja. Ja. Oké, nou goed. Het is dus definitief oorlog. Ik weet ook niet wat er allemaal gebeurt daar. Ja, daarachter. Ik denk dat daar... Ja, wat zou er zijn? Woonwijk, kasteel of zo, centrum. Oké, we zijn weer bij het begin. Nou, ik zou... Ja. De volgende keer kijken. Het is in ieder geval oorlog. Wij moeten goed onze stad in de gaten houden. Of althans, niet onze stad. We moeten, hoe kan je het noemen? Je moet je kingdom goed in de gaten houden. Want voor geld zat er ineens zo'n mafkees en die zegt dat hij met jou wil praten. En ja, daar zat diegene daartoe. Ja hoor, je mag met koning praten en die komt binnen en die valt gelijk je hele koninkrijk aan. Dat is niet de bedoeling natuurlijk. Kijk, we gaan even naar de stadspoort. Ja, ik denk dat ik hier maar ga afzetten. Dan gaan we de volgende keer weer terug naar Nieuw Zeronium of naar Zeronium. Het is maar net waar de mensen zijn, want ik ga natuurlijk niet erheen zonder mensen, zonder bewapening. Maar een koninkrijk waar de vijand zit. Dus nou goed, ik weet niet of jullie het koninkrijk van Terabithia gezien al hebben. Het staat ook op de map. Ik kan het jullie wel een keer laten zien. Even kijken, oké. Zal ik het jullie nu even zien? Oké, we gaan even naar Bitsia toe. Van XX IJsbeer. Oké, gaan even zoeken. Dit zijn wel allemaal hele mooie. Ik weet hoe we bij het strand komen. Oké, nou, dit is het strand. Het is niet echt veelbelovend. Nou, ik zou het niet willen zeggen. Hey, zonnetje hier. Nou, ik ga even kijken, want ik ben hier eigenlijk nog nooit geweest. Ja, natuurlijk wel. Wat zeg je nou? Oké, ik ben echt aan mijn nek aan het. Ik ben er altijd al geweest. Rabitia is gewoon een goede vriend en dat staat een beetje neutraal. Ik ben bij Zeronium horen, maar het hoort gewoon bij ons. Kijk, dit is de haven. Dit is allemaal nieuw. Ik kan niet naar binnen. Volgens mij heb ik geen... Nee, ik heb geen rechten. Nou hier, wat is dit? Hun aanbidden de heilige Kuakatoa of zoiets. Nou, ik ga het hier maar weer bijhouden. We gaan morgen gaan we weer verder. Nou ja, morgen. Oké, ik weet nog niet wanneer we verder gaan. Maar ik hoop zo snel mogelijk weer verder. En dan gaan we kijken naar hoe de oorlog zich ontwikkelt, dames en heren. Oeh.
is een komeet gevallen hier. Nou, hoe de oorlog zich ontwikkelt en hoe de kingdom prinses haar ontwikkelt. Want, ja, we weten nog steeds niet wat er eigenlijk mee aan de hand is. We weten ook nog steeds niet waarom ze zo inactief is geweest de afgelopen week. Nou ja, ze was niet inactief, maar ze was juist inactief op de kingdom nou. Ik zie dat ik al een paar minuten bezig ben, dus dat tijd is om te stoppen. Ik zie jullie morgen weer. Nee, niet morgen. Ik zie jullie de andere keer weer.